Ik ben Kitta. Sorry dat deze video zo laat is. Het was vorige week echt heel druk voor mij. Vorige week vrijdag was ik jarig. Eindelijk ben ik 14. Yay. Alvast heel erg bedankt voor iedereen die me gaat feliciteren. Dat scheelt me dan weer heel veel comments beantwoorden. En ik ben ook naar de kapper geweest. Ja, dat zie je nu niet omdat ik een vlecht in heb. In deze video laat ik je zien hoe je een fairy garden kan maken. Vertaald naar het Nederlands is dat een veeëntuintje. Alvast voor als je het gaat vragen. Ik heb alle spullen van de intratuin. Behalve de elfjes. En behalve het bekertje dat ik gebruik voor het vijvertje. Die heb ik gekocht bij de Action. En daarvan heb ik het bovenste deel eraf geknipt. En ook behalve de kraaltjes en de steentjes. De kraaltjes heb ik gekregen. En de steentjes heb ik gekocht in Europa Park in Duitsland. Ik vind dit project echt heel goed gelukt. Ik kan niet wachten om het te laten zien. Dus laten we beginnen. Je begint met een schets. Let niet op mijn handschrift. Dan heb ik hier een schaal. Lage plantjes. Hoge plantjes. Bloemetjes. Een vleesetende plant. Decoratiesteentjes. Miniatuur dingetjes. Elfjes natuurlijk. En een half kopje. Natuurlijk ook potgrond. Allereerst begin ik mijn bekertje vast te lijmen met deze speciale kit. En nu vul ik de hele schaal met potgrond. Zo, daar gaat het eerste plantje. En een bloemetje erbij. En wat is er nou magischer dan een vleesetende plant? En nog een laag plantje. Hiervan hangen de takjes helemaal over de schaal. En dan nog dit grasachtig iets. Ik zet alvast het poortje neer. En hier heb ik een mini palmboompje. En dit vrolijke plantje. Het bankje. En natuurlijk het elfje erbij. En toen bedacht ik dat deze plant te groot is en hij niet mooi staat. Zo, ik heb deze. Die wrik ik uit elkaar. En die zet ik dan hier, zodat ik ze kan rijgen in het poortje. En nu rijg ik de takjes door het poortje heen. En dat doe ik dan nu ook met de andere kant. Ik plant hem en ik krijg hem. Nu zet ik aan beide kanten van waar het kristallentuintje komt, ook zo'n plantje. En weer een laag plantje ervoor. En het elfje erbij. En nu heb ik deze hoge dingetjes. En die frik ik ook allemaal uit elkaar. En dan plaat ik ze allemaal een beetje aan de zijkant. En nu begin ik aan de randjes van het pad. En ook aan de rand van het vijvertje. En nu ga ik het opvullen met deze mooie roze steentjes. En vergeet natuurlijk de kristallen niet. En nu heb ik hier ook nog hele mooie glanzende roze pareltjes. En wat is nou een vijvertje zonder water? En als dat gevuld is, dan ben je klaar. Yay!
Oké, dat was de video van de Fairy Garden. Vind je deze video leuk? Geef dan een like. En heb je ook een Fairy Garden gemaakt? Stuur dan een e-mail met een foto naar het e-mailadres in de beschrijving. En dan zie ik je in de volgende video. Doei! Oké, dat was de video van het...